Edwin, we zagen gisteren een filmpje op internet verschijnen van Jerdy Hilteman. Wat kun je hier op dit moment over zeggen? Nou ja, dat ik wel in ieder geval teleurgesteld ben over de uitspraken die Jerdy daar gedaan heeft. We zijn natuurlijk bij NAC bezig met een belangrijke fase. We moeten zorgen dat we de komende vrijdag de play-offs plek definitief gaan afdwingen. En dat we daarna ook succesvol zijn in de play-offs. En alles wat daarin afleidt, of niet de focus daarop ligt, ja, dat is op dit moment niet goed. Hè? Dus wij zijn als ploeg zijn, willen we daarin zo goed mogelijk presteren en ons daarop focussen. En daar kunnen we dit niet bij gebruiken. Wat was eigenlijk je eerste reactie toen je de video zag? Ik zag het eigenlijk pas vanochtend vroeg, kreeg ik het voor het eerst binnen. En wel een beetje verbaasd over de uitspraken. En nogmaals, ja, wij zijn natuurlijk bezig om in een belangrijke fase van het seizoen om nog steeds af te dwingen om die play-off plek te halen. En om daar ook nogmaals goed te presteren. En daar ligt de volle focus op. En daar heb ik gewoon iedereen hard bij nodig om dat resultaat binnen te halen. En nogmaals, dan kunnen we dit soort uitspraken kunnen we daar niet bij gebruiken. Ja, de groep krijgt het natuurlijk ook mee. Hoe hebben zij gereageerd vanochtend? Ik heb de groep eigenlijk alleen maar medegedeeld dat ik Jerry vanochtend per direct in ieder geval naar huis heb gestuurd. Omdat ik nogmaals de focus wil hebben op resultaat van vrijdag en de play-offs. En daar moet iedereen niet mee. Dat is eigenlijk wat ik ze heb medegedeeld. En hun zijn ook bezig met het presteren en de focus daarop. En daarna zijn we gelijk gaan trainen. Dus ik heb daarin nog niet echt inhoudelijk met spelers erover kunnen praten. Maar goed, ik vond wel dat we dit moesten doen om ook een signaal richting de groep af te geven. Dat we moeten nog heel veel halen. Er valt nog veel te halen. En daar hebben we alleen iedereen bij nodig die daarvan bewust is en vol focus daarmee bezig is. Dus dat is ook de reden dat ik Jerry voorlopig uit de groep laat.